dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Mirte, voor degenen die nieuw zijn, welkom. En ik neem vooral fashion video's op en home gerelateerde video's. Sorry voor het achtergrondgeluid, maar ik heb Bonnie net een koekje gegeven. En die is echt gewoon volle bak aan het smekken. Dus ik hoop dat jullie daar geen last van hebben. Maar het leek me leuk om een What's New in My Wardrobe video op te nemen. Dus alles wat ik de laatste tijd in januari en februari heb gekocht. En wat dus nieuw is in mijn kast. En mocht je zin hebben in deze video, doe dan heel even je duimpjes omhoog. Pak er lekker een kopje thee bij of zo, want ik ga jullie nu de items laten zien. Oké, de eerste items waar ik mee ga beginnen, dat zijn items van de H&M. En het eerste item is niet van de H&M, maar is dus van Arket. En dat is deze Wool Blend trui. En deze stond al heel lang op mijn wishlist en ik heb hem daar eindelijk gescoord. En ik wil nu eigenlijk ook die beige kleur. Nogmaals, sorry voor de geluiden van Bonnie, maar ja, dat is gewoon niet tegen te houden. Maar goed, ik heb dus deze trui uitgekozen. En ik zal natuurlijk ook hier wat aanbeelden in de video zetten, zodat jullie een beetje kunnen zien hoe ik deze stijl. Wat eigenlijk super makkelijk is, want deze kleur is gewoon ja, perfect. En wat ik zo fijn vind hieraan is dat hij gewoon wat oversized valt. En ook de mouwen die vallen hieronder. Ik weet niet of je het zo kan zien als ik hem zo hou. Maar de mouwen die vallen dus een beetje meer naar binnen. En meer als ballonstijl. Het is geen ballonmouw hoor, maar het valt een beetje op die manier. En ik draag hier wel altijd een wit t-shirt onder. Omdat wol, ja, hoort gewoon niet zo vaak gewassen te worden. En ik merk als ik er een shirt onder heb, dan als ik dan transpireer, dan is het ja, niet in de trui, maar gewoon in het shirt. En die was ik dan wel. Maar ik probeer deze zo min mogelijk te wassen. Dus vooral buiten te hangen. Als ik hem was, dan doe ik hem gewoon op een wolprogramma met wolwasmiddel. Dus ja, dat is item nummer 1. Het volgende item van H&M is deze broek. Super blij mee, want ik zocht al langer een soort bruine broek. Ja, het is niet helemaal bruin, maar een wat donker beige broek. En die vond ik dus bij de H&M. En dat is deze kleur. Op beeld lijkt hij iets meer taupe, lijkt het wel. Maar dat is ja, niet in mijn ogen. Maar goed, ik zal natuurlijk ook de linkjes in de beschrijving zetten. Maar het fijne hieraan is dat hier stretch in zit. Dus ja, dat vind ik toch altijd wel fijn. Niet alle broeken hebben dat en dat hoeft ook niet. Maar als het er is, dan is het natuurlijk altijd meegenomen. Dit stofje is een beetje gemeleerd, wil ik zeggen. Maar in ieder geval, er zit een wit stipje doorheen. Dus dat vind ik ook wel heel erg mooi. En hij valt dus gewoon wijd uit bij de benen, zeg maar. Bij de enkels. Dus ja, super blij mee. En het fijne vind ik is dat hier gewoon een riem op kan. Ik vind dat altijd wel fijn als ik gewoon een riem erbij kan dragen. Vind ik toch altijd wat mooier uitzien. Ik heb een aantal broeken die dat niet hebben. En ik merk dat ik die gewoon minder vaak pak. Dus ja, misschien dat het daaraan ligt. Geen idee. Maar deze heeft dat dus wel. Dan nog een pantalon van de H&M. En dit is hetzelfde model. Alleen dan in een lichtere kleur beige. Het is niet hetzelfde model qua... het heeft een andere naam, maar de lengte en zo, het valt precies hetzelfde. Oh, eventjes dichtmaken. Oké, dit is het tweede model. Ook gewoon wijd uitlopende benen. Ja, deze heeft dus geen stretch. Maar goed, deze zat perfect, dus was het ook niet per se nodig. Op de achterkant twee nepzakken. En de voorkant zijn wel echte zakken. En ook hier weer van die lusjes voor je riem. En ik vind dit taak echt super fijn voor in de zomer. Want dan draag je hier ook wel eens van die slippertjes onder. Of ballerina's bijvoorbeeld. Echt perfect. Maar ook voor de winter heel erg fijn om te combineren. Met bijvoorbeeld beige of met deze trui. Ook dat is een hele leuke combinatie. Dus ja, dat heb ik echt al heel veel gedragen. En ik heb in alle twee de broeken maat S. En in de trui heb ik ook maat S. Ik zeg net dat ik maat S heb in alle twee de broeken, maar dat is niet waar. Ik heb in deze lichtere broek maat 38. En in die andere heb ik maat 36. Maar dat komt omdat daar weer stiek in zit. Dan heb ik wat items mogen uitkiezen bij Gina Tricot. En dat was voor mij nog een redelijk nieuw merk. Ik had daar nog nooit besteld. En toen zij mij vroegen of ik wat dingetjes wilde uitkiezen, zeg ik daar natuurlijk geen nee tegen. En ik ben echt super tevreden met de kwaliteit. En het is ook echt wel helemaal mijn stijl qua items. Gewoon tijdloze kledingstukken. En allereerst heb ik deze trui uitgekozen. Met een V-hals. Een grijze trui. Ja,
In eerste instantie super simpel, maar hij heeft hier bij de mouwen, heeft hij zeg maar zo'n split. En dat maakt hem juist wel heel erg leuk. En hij is niet super lang, maar ook niet krop. Hij valt eigenlijk perfect op je broek. En ik draag hier dus een wit t-shirt onder, vind ik dan wel leuk staan. Ja, ik vind die mouwtje ook wel heel erg leuk als dat je bijvoorbeeld een horloge draagt of zo, dat je net wat meer ja, daarvan ziet. Dus deze, en die heb ik in de maat S. Dan heb ik iets uitgekozen wat, denk ik, deze lente echt helemaal in gaat zijn. En dat zijn korte jasjes. En ik heb gekozen voor deze blauwe. Ik hoop dat jullie me een beetje goed op camera kunnen zien of op beeld. Maar ik heb dus gekozen voor deze blauwe. En ik denk ook dat navy echt wel een ja, trendkleur is. In ieder geval voor mij wel. En ik zag in ieder geval vorig jaar heel veel grijs en dit jaar nog steeds wel. Maar donkerblauw komt ook wel steeds meer terug. En ook dat zijn gewoon altijd tijdloze kleuren eigenlijk. Die je altijd wel uit je kast kan halen elk seizoen. Maar goed, ik heb dus voor deze cropped jas gekozen. Het is een beetje een trench model, maar dan kort. En het is niet de stof van trench. En eigenlijk sluiten hier door middel van knopen, gewoon zwarte knopen. En ja, ik zal natuurlijk in de aanbeelden laten zien hoe die staat en hoe ik hem stijl. Want dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Ik merk echt wel dat sinds ik een hond heb, dat echt overal vind ik haren. En normaal was ik echt, als ik iets zag met haar erop, dan, ja, ik weet niet, dat vind ik gewoon echt niet fijn. En nu merk ik dat zelf. Dus ik ben daar echt al heel erg alert op van, oké, ik ga niet de deur uit als ik niet heel even mezelf heb ja, onthaard, zeg maar, met zo'n roller. Omdat, ja, ik vind het gewoon echt niet fijn als mensen het zien en ja, ik vind het zelf ook niet zo hygiënisch. Maar goed, ik probeer dat dus echt te doen, maar dat is dus wel met deze kleur, je ziet hier alles op. Dan heb ik nog een donkerblauw item en dat is deze satijnen rok. Echt prachtig. Ik kan echt niet wachten om deze dag te gaan dragen in de lente, want voor nu is het echt nog wel te koud en hij is niet dubbel gevoerd, dus het is gewoon een enkele laag. Hij heeft wel stiek hier aan de binnenkant, dus dat is echt top. En deze heb ik ook in een maatje S. En dit is gewoon super klassiek, classy, echt heel mooi vind ik zelf. Ik ben hier echt heel blij mee en ik had deze dus gekozen met een blauwe trui. Die zal ik jullie zo laten zien. En dan kun je dit dus echt super makkelijk ja, dragen voor bijvoorbeeld een etentje, maar ook heel casual voor gewoon een dagje shoppen bijvoorbeeld. Want als je hier gewoon hakken onderaan doet dadelijk in de lente of in de zomer. En een mooie body bijvoorbeeld. Een zwarte of een blauwe body. Wat ook heel mooi is, is die camel kleur hierbij. Ja, en als je dan dus die hakjes erbij doet, dan is je outfit echt super classy. Maar als dat je dit bijvoorbeeld gewoon draagt met een trui en sneakers. En een tote bag of zo. Dan is je outfit ook gewoon helemaal af. Maar dan wel op een casual manier. Dus ja, ik vond dit echt een geslaagd item. En dan heb ik dus een bijpassende trui daarbij gekocht. En dit is een mohair blend, volgens mij. Ik zal even checken. Oh nee, dit is acryl met polyester en 7% alpaca wol. Dus ja, ik draag hier wel altijd een t-shirt onder. Eigenlijk met dezelfde reden als die wollen trui. En deze... Ja, ik kan wat kriebelen. Ik heb er zelf niet zoveel last van, maar ik ken wel mensen die dat wel heel snel hebben. En vroeger had ik dat ook heel erg, maar nu heb ik dat wel minder. Maar goed, deze trui in het donkerblauw dus. En deze valt echt oversized. Ik heb hier een maatje S in. Of, oh, sorry. Ik heb hier een maatje M in, maar ik had ook prima maat S kunnen pakken. Want deze valt dus echt wel ruim. Al hou ik op zich wel van die oversized look, dus... Voor mij is het niet zo'n probleem, maar als dat je dat niet wil, dan raad ik je echt aan om een maatje kleiner te pakken of je eigen maat. Want ik ben normaal gewoon maat small, maar ik heb dus nu medium gepakt. Oké, last but not least heb ik deze ballerina's gekocht op Zalando. In eerste instantie had ik ze bij Next besteld, maar ik heb denk ik 2 keer besteld en ze kwamen maar niet aan. En dan zeiden ze dat ze geleverd waren bij een DHL-punt en dan was dat niet. En op een gegeven moment was ik er klaar mee. En toen zag ik dat ze deze ook hadden op Zalando. En toen heb ik ze daar besteld. Ik heb maat 39 en die passen perfect. Ja, eigenlijk... En ik zag dat je ze dus nu ook had op de website van H&M. Dus ik zal ze ook even in de
beschrijving linken, dat je die daar ook kan vinden. En deze waren volgens mij uit mijn hoofd 41 euro. En die van de H&M zijn 20 euro, dus dat is nogal een verschil. Maar dus heel even ook kijken welke kleur je mooier vindt. Want die van de H&M waren volgens mij iets lichter. En ik vind dit gewoon echt heel leuk voor dadelijk in de lente en ook in de herfst. Vind ik dit heel leuk. En ik kan me nog herinneren dat ik deze vroeger altijd best wel vaak droeg. Toen zijn ze op een gegeven moment echt helemaal uit de mode gegaan. En nu zijn ze weer helemaal terug. En ik ga ook nog een paar zwarte kopen die ik dan wat meer kan combineren. Want ja, dit is natuurlijk net iets lastiger dan helemaal zwart. Nou, dan was dat alles wat ik heb geshopt in de maanden februari en januari. Het is niet superveel en die items van Gina Tricot heb ik natuurlijk ook gekregen. Maar ja, ik probeer altijd zo in januari en in februari een beetje te sparen. Omdat december is gewoon al een super dure maand geweest. Dus ik probeer dan altijd een beetje bij te houden wat ik koop. En ik probeer ook wel steeds meer te investeren, wat ik jullie al vaker heb gezegd, in items die kwalitatief gewoon beter zijn. Waar ik langer mee kan doen of waar ik de materialen gewoon fijner van vind. Dus vaak zijn dat natuurlijk ook duurdere items, dus kun je ook minder in één keer kopen. Mocht je deze video leuk hebben gevonden, doe dan vooral heel even je duimpjes omhoog. En ik zou het echt super fijn vinden als dat je abonneert op mijn kanaal, zodat je geen video's wil missen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!